Ja. Ja. Berekenaar. Ja, maar ik vind het zo leuk dat je zo enthousiast erover bent, ook over je eigen dingen. Dat is lollig. Ja, ja, nee, maar als je er zelf niet achter staat, dan... Missy, volgens mij ben jij niet zo toevallig je carrière begonnen. Dat denk ik. En dat denk ik op basis van een fragment waarin jij heel erg doordacht uitlegt hoe jouw teksten zijn opgebouwd. Weg met al die inhoud. Weg met al die woorden. We maken er één woord van. Zorgvuldige berekeningen hebben uitgewezen dat precies dit aantal herhalingen van het woord culo vruchtbaarheid opwekt bij jongvolwassen vrouwen. Ja. Wat is dit? Wat is dit? Dit is mijn TED-talk over, over de genialiteit achter mijn muziek. Ja, woordkunstenaar. Ja. Ja. Berekenaar. Ja, maar ik vind het zo leuk dat je zo enthousiast erover bent, ook over je eigen dingen. Dat is lollig. Ja, ja, nee, maar als je er zelf niet achter staat, dan kan je niet zo goed thuis. Nee, maar ik hou ervan. Ja, wees er maar gewoon trots op. Hoeveel van jouw carrière heb je te danken aan toeval, denk je? Nee, ik denk dat er wel een hele hoop geluk bij komt, want... Ja, mensen moeten het maar leuk vinden. Maar ik denk soms heel vaak van... Kijk, mijn muziek is natuurlijk niet... je hebt in mijn genre heb je Fresh Koe en Lijpen. Dat zijn echt rappers. En die maken hele gekke grammaticale zinnen. En dat is dan de grap. En vindt iedereen het keihard. Bij mij is het denk ik meer dat ik een soort van op één lijn lig... met toch wel ook de doelgroep die dan in de club vaak is Katja Lam. En dan ben ik eigenlijk op nuchtere basis in de studio... level ik eigenlijk al met die mensen. Want ik hou gewoon van heel simpel, niet te lang nadenken erover. Gewoon. Ja. En dan, ja, dat werkt gewoon. En dat is ja, een soort van toeval of zo, denk ik dan. Heb je, denk van jullie alle drie, stel je carrière ontstaat vanuit een soort van situatie. Je wordt opgepikt of je wordt ontdekt. Heb je er wel eens een moment dat je er dan in zit en dat je denkt... is dit wel iets, is dit wel mijn wereld? Heb jij dat wel eens gehad? Ik had het in het begin heel erg, omdat ik op een gegeven moment kwam ik op al van die feestjes. En toen, ja, jij bent misschien meer gewend, maar ik niet. Ik kwam echt gewoon uit de klei. En toen dacht ik, wat gebeurt hier allemaal? Cocaïne op de piano. Oh ja, dat ben ik gewend, ja. Nee, maar, bij ons thuis ook. En 1 november komt thuis. Maar waar was dat? Nee, nee maar ik verder niet uit. Maar echt waar, ja? Dat ik dacht van, nou ja, jij kent waarschijnlijk ook de collega's wel die... Nou, maar, ik heb van horen gooi namen. Nee, dat vind ik echt niet netjes. Maar toen dacht ik, wow, dit is heftig. En toen moest ik me een beetje stabiliseren. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, weet je, je moet gewoon je eigen weg volgen. En dan komt het wel goed. Dat vind ik interessant aan jou. Je bent vanuit die soort van reality situatie... ben je nu een echte tv-presentatrice. Klopt, ja. Was er één moment waardoor je wist, oké, nu ga ik die andere kant op? Is het een moment ik ging op een gegeven moment YouTube maken en dat ging heel erg goed. Vond ik veel leuker dan televisie. Ja, gewoon, ik ook. YouTube is echt te gek. En ja. Toen was ik er weer een keertje bij De Wereld Draait Door. En toen kreeg ik heel veel tv-programma's aangeboden. En toen dacht ik van, ik ga het gewoon combineren. En dat vind ik, ja, dat doe ik eigenlijk nu. En dat vind ik heel tof. Wat was het dan de eerste keer dat je bij De Wereld Draait Door zat of zo? Of hoe, Ik maakte alleen maar YouTube en toen overleed mijn vader en die was donor. En toen vroegen ze aan mij van of ik weet niet meer waarvoor ik precies naar DWDD moest komen. En toen op het laatste moment vroeg Matthijs aan mij van iets over mijn vader. En toen vertelde ik vanuit mijzelf waarvoor ik zou hopen we kunnen het er even bij pakken. Dat is een mooi fragment. Mijn vader was overleden in november. En toen kwam in het ziekenhuis erachter, toen hij niet meer te redden viel, dat hij vooraan in zijn portemonnee een pasje had. En dat pasje, dat herkende zeg maar, de arts helemaal niet, omdat het zo nieuw was. En hij had zichzelf zeg maar, net geregistreerd voor donor. Mm-hmm. En toen bleek het dus dat hij uiteindelijk, hadden we nu een brief gekregen, dat ja, hij was niet meer te redden. En nu heeft hij inmiddels al 6 levens gered. Wauw. Ja, dat vind ik wel heel cool. En, na dat fragment ontplofte echt alles. Ik kon echt bij elk bedrijf... programma's maken. En toen dacht ik, nou, ik ga er toch weer eens een beetje aan snuffelen. Toen ben ik bij Avond de Tros kinderprogramma's gaan maken. Ja. Omdat ik dacht van, ik wil niet meteen op een groot podium. Want ik ben geen presentator. Ik kan dat nog helemaal niet. Toen dacht ik, als ik nou kinderprogramma's ga maken, kan ik lekker in de luwte. Ja. Kan ik langzaamaan het vak leren. En dat heb ik 2 jaar gedaan. En nu combineer ik dat dan met Talpa. En ja, echt de grote shows. Ja, laten we even kijken naar hoe dat eruit ziet. Ik word echt al maanden, ik word afgebeld, maar nu gaat het gebeuren. Het gaat gewoon gebeuren. Britt, mag ik even zeggen dat we heel blij zijn dat je erbij bent? Oh ja, bedankt. Ik vind het ook heel vet. Jij bent sinds de mutatie de eerste Brit die weer welkom is in Nederland. Ja, en je bent ook de enige Brit met wie ik mag werken. Ik heb mijn vriendin meegenomen
En je moeder Anne is er ook bij. Kijk hier. Ging net... Gebeurt dit per ongeluk, dat je zo'n iPad laat vallen? Ja, nee, ik denk niet dat je denkt van laat ik zo'n iPad vallen. Dat is nooit leuk. Maar ik weet dat ze tegen mij hadden gezegd... Britt, maak je geen zorgen, het is een montageprogramma. Alles wat misgaat, knippen we eruit. Maar alles wat mis is gegaan, zit er wel in. Ja. Dat doen wij ook altijd. Dus, Oké. Ik laat niks omvallen nu. Het is vaak het leukste, het meest herhaald. Ja, alles wat misgaat. Hey, omslagpunten gesproken, want jij bent... Zeg maar u, hoor. U bent ooit begonnen als drietal. Ja. In een groep. Dat weet niet iedereen, dus dat moet je even uitleggen. Want jullie maakten geen... Ik ben zelfs daarvoor nog met Don Diablo zelfs een soort van... dat ik zijn sidekick was. Ik was een soort van zijn Robin. En dan was hij Batman. Ja. Maar toen, daarna ben ik... zijn we met Jim en Niels Yellow Claw begonnen. Dat ging als een gek. Ja. Ik denk dat veel mensen wel Allermooiste Feestje kennen of Croco Bill. Ja. En toen ging het eigenlijk een soort van mega snel ineens. En maar toen bleek internationaal, ook dat... toch? Ja, want wij zetten ook onze dingen op SoundCloud. En dat was in Amerika heel populair. Ja. En toen in één keer was het gewoon, kregen we tweets. Was er nog, alleen maar Twitter. En kregen we allemaal Twitters. Wat van... voor podium stond je dan? Alles. Coachella, Madison Square Garden, ja, EDC, Ultra. Dat zijn echt, dat is gewoon, bucketlist. Dat kan je toch niet voorstellen? Ja, ik kan me niet voorstellen. Wat hebben wij een saai leven? Als je hebt een heel saai leven, Ook opgestreden, maar dit is niet normaal. Nee, maar jij had ook heimwee naar het saai leven. Want jij hebt op een gegeven moment gezegd, ik zet er een punt achter. Ja, ik had er een punt achter gezet. Omdat ik niet heimwee had naar het saai leven. Maar ik was wel echt klaar met het weg zijn van mijn gezin. Het niet echt in de hand houden, want... Ja, we hadden een soort van monster gecreëerd. En we konden zulke grote shows doen. En je zegt ook bijna niet nee tegen zulke bedragen. Omdat het gewoon... Ja, elke show was weer nog belangrijker. En dan ben je gewoon de macht kwijt. Dus ik was echt toe aan gewoon lekker weer thuis zijn. Elke dag dat als ik van een show terug zou rijden, dat het gewoon naar huis was. Niet meer in vliegtuigen, hotels. Ik werd ook echt depressief van de luxe bijna. Ik had echt gewoon zin in... Ik weet echt dat toen ik als Busy begon... dat ik een soort van mijn eerste show in een kledingkast als kleedkamer stond... Ja. Kijk, dat is mijn gezin, dus daar wil ik bij zijn. En dat ik gewoon echt een soort van inner joy voelde. Ik moet ook zeggen dat ik 10 minuten later voor een leeg publiek aan het draaien was. Dat ik wel even dacht van, wow, dit is wel een groot verschil met Coachella. Ja. Maar ja, ik werd er echt blij van weer, man.